Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life. 25 mobs hier natuurlijk op Modern Warfare 3. In deze serie probeer ik natuurlijk in een zo kort mogelijke tijd 25 mobs te halen. Op dit moment hebben wij er al 14 binnen. We spelen natuurlijk 2 Team Deathmatch potjes per aflevering. De moeilijkheidsgraad aan deze serie is natuurlijk ook dat ik het in Team Deathmatch moet halen. Ik mag geen enkele andere game mode spelen, het moet in Team Deathmatch gehaald worden. En dat is moeilijk. Vind ik deze serie dus leuk? Dan natuurlijk zoals elkaar weer lijken op, dat helpt mij enorm. En dan hoop ik dat we misschien vandaag wel weer de MOAB kunnen droppen. En daar gaan we natuurlijk wel voor spelen. Ik sta heel even te camp hier, want er zitten een paar enemies in het midden van de map. En dit raampje hier, dit campraampje hier, dat is de plek waar je die mensen die midden in de map lopen heel erg makkelijk kan killen. Dus dankjewel. Volgens mij speelt er een teammate met een strijker. Dat is voor mij dus geen probleem. Zolang het maar een teammate is die met een strijker speelt. Als een enemy met een strijker gaat spelen, dan ben ik de lul. Oh, kut, Jan. Oh, die was zo scheef. Hij dropshotte me mooi, man. Die was scheef in mijn ogen. Dat was mijn schuld dat ik daar dood ging. Sorry. Maar hij loopt boven deze gozer. Dan gaan we hem even volgen en dan kom ik hem hier te... Wow, yo. Die was wel heel erg dichtbij. Gek, die gozer. Ik weet niet of ze... Ze moeten dus via links komen. Ze moeten... Ik zag hem. Ik ben hier weg. Ik klim uit het raampje. Spring hierop. En dan kijk ik hier. Zo. Wow, yo, gek. Jan, die aim, man. Ik moet die aim even weer on point hebben, jongens. Want het gaat een beetje alle kanten op. En dat is nou net niet... Net niet de bedoeling. Hij moet wel op die poppetjes gaan. En niet er half naast. Oh, Martidom, andere kant op. Anders ga je daar de dood. Er komt de Sendrick aan van mijn teammate. Ik zag op de map dat er daar eentje in zat, jongen. Ze was even mooi opgelet. Thanks. Martidom. Kijk, nice sport op reden, jongen. Dat is het goeie. Oké, komt er hier een aan. Nu. En nu moeten we gaan opletten. Oké, we zitten op een lekkere streak, jongens. Dit moeten we blijven doorzetten zo. Als dit kunnen we blijven doorzetten, is het goed. Zal hij hier uitspringen, denk je? Denk je dat hij hem heeft gezien? Nee, hè? Fuck, nu heeft hij me sowieso gezien. Er zit er nog steeds eentje hier ook binnen, man. Oh, hij is al dood. Teammate, je zit echt op niks te schieten, want die sniper van je. De teammate denkt dat hij op allemaal mensen schiet, maar hij heeft nog niemand gekillt. En hij heeft wel echt... 20, 30... Wow, yo, what the fuck deed die gozer gek? Hij heeft echt al 20, 30 kogels geschoten met die sniper van hem. Hij zit er daarin bovenin. Ik ren door. Ik weet dat daarin zit te campen. Als ik dit overleef, is het goed. Oké, lekker Jan, GG. Dikke killsteal, maakt niet uit, geen probleem. Teammate pakt mijn rechterkant niet op. Oké, never mind. Daar ging mijn mol op, man. Ja, jammer. Volgende game beter. Gelukkig hebben we 2 games te... Ik was natuurlijk in 1 aflevering om de mol op te droppen. Want dit is geen mol geworden, helaas. Jammer, maar helaas. Maakt niet uit. Het was een mooi streakje. Daar gaat het om. Het was een mooi streakje. Helaas niet goed genoeg. Oké, dat was bullshit, want hij valt final stand. En als hij in final stand valt, kan je hem niet raken. Dankjewel. Fucking scheid, Call of Duty. Zo'n bullshit. Dat is echt... Grootste... Dat is echt de grootste bullshit die ze ooit in Call of Duty hebben gemaakt. Als iemand namelijk in Last Stand of Final Stand valt, ik heb het al een paar keer uitgelegd in mijn video's, dan kan je hem niet raken. En dat is echt gewoon het meest slechte wat ze ooit gemaakt hebben in een Call of Duty game. En daar maak ik geen grapje over. Nog steeds elke dag ga je er door dood. Dus ze moeten nog steeds, na al die jaren, dat een keertje updaten. Dat is het enige... Echt de bullshit dat je kan krijgen. Kijk, als je gekild wordt door een Semtex, oké, dan snap ik hem.
Dat is alsnog een kut dead, maar ik snap hem. Als je gekild wordt door een C4, oké, het is irritant, het is een kut dead. Maar ik snap hem, want mensen gebruiken gewoon C4's. Maar als je gekild wordt doordat je iemand eigenlijk al dood hebt, maar dat hij final stand krijgt en waardoor je hem niet kan raken als hij in final stand valt, dat zijn de echte, maar ik krijg de echte bullshit deads. En dat was er eentje die ik net had. Voor de mensen die weten wat final stand is, dan ben je dood. Alleen dan val je nog zeg maar op de grond en dan kan je nog wel doorschieten. Maar dus op het moment dat ze vallen, dus ze staan en dan vallen ze, dan kan je ze niet raken. En maar zij kunnen jou nog wel raken, dus vandaar. Maar we gaan meteen door naar pokje nummer 2. Dus tot zo. Red eens. Boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2 en natuurlijk ook meteen poging nummer 2. We spelen nu op Map Mission. Op Map Mission is zo dat deze game best wel heel erg snel voorbij gaat. Dus willen wij hem ophalen, moeten we rustig spelen, maar niet te rustig. Want er is de pot namelijk al afgelopen voordat wij iets hebben kunnen doen. Meteen naar een granaatje naartoe gooien en dan hier meteen schieten. Dankjewel. En dan hier meteen richten. En dan hebben we meteen 4 kills binnen. Holy shit. Let's go. Ah, kut. Dan kwam een teammate treffen tussendoor. Oeh, er zit er iemand in de hoek te campen. Wow, yo, je killt me ook nog bijna terwijl je fucking hard zit te campen. Nou, dat had je wel gewild, hè. Maar ja, het is niet doorgegaan, jongen. Gelukkig voor mij. Oh, die kan ik niet... Fuck hem. Dat is het enige wat ik daarop kan zeggen. Fuck hem. Hij heeft assassin aan staan, dus ik kon hem niet zien op de map. Fucking assassin, jongen. Boom. Oh, hij gaat niet dood op mijn granaat. Nou, dan ga je nu dood. Dank u. Spamflip! Teammates! Let op, alsjeblieft. Maar zo'n beest beginnen, hè. Dan word ik weer zo hard genaaid door iemand die assassin heeft. Ik hou er niet van, man. Ik heb zelf ook assassin aan staan, dat klopt. Alleen, ik krijg hem pas als ik 2 kills heb gemaakt. Ik krijg hem dus pas met mijn specialist. Er stonden er 3 naast me met mijn specialist bonus. Niet doen, campertje. Oh, oh, niet doen, campertje. Nee. Niet doen, jongen. Niet doen. Oh, fuck. Ik ben zo hard dood. Meteen schieten. Dank u. Zo. Hij is dood, jongens. Hij is... Oh. Zo, de knettergek. Oké, zo snel mogelijk doorrennen. Zo snel mogelijk doorrennen. Dan komen ze hier weer. Oké, ze zijn nog niet met teammates staan de namen. Dus dan kan ik ze hier... Hopelijk backriepen. Oké, of ze zijn allemaal dood. Oké, never mind. Iedereen is alweer dood voordat ik er ben. Dat is het kutste wat je kan overkomen. Maar er is niemand. Altijd even kijken of het iemand is hoor, want als er dan iemand zit te... What the fuck? Als er iemand zit te camperen, dan wil je wel zeker weten dat het iets is of niets is. Dus je weet dat het niets is, dan kan je natuurlijk hem gewoon lekker laten zitten. Dan kan je het gewoon lekker laten zitten. Als je denkt dat het een enemy is, moet je hem door zijn kop heen knallen. Dus ik controleer dat soort spotjes waar ik niet zeker ben of het nou een enemy is of niks is. Altijd gewoon even door een paar kogels schieten. Ik heb toch een silencer aan staan, dus het maakt niet uit of ik een paar kogels schiet. Dus altijd even controleren, want ik vertrouw het nooit namelijk. Soms denk je, ah, het is een plantje. En er zit er opeens een enemy in een plantje. En dan denk je, ja. Yeah, dan zijn we weer dood. Ik wist niet welke kansen gingen komen. Daarom stond ik te campen. En dan ga ik alsnog dood door een fucking headshot. Ik haat die headshots, man. Oh. Kijk hoe snel dit potje af is gelopen zometeen, jongen. We zitten nu op 4100 punten. Dus dit gaat geen mob opleveren. Ik kan hier geen mob halen, man. Dat potje gaat veel te, maar ook echt veel te snel voorbij. Ik kan er niks aan doen. Dat is het nadeel aan Team Deathmatch. Dat is... Deze gozer. Dat is de moeilijkheidsgraad aan deze serie. De potjes gaan soms zo. Maar dan ook echt zo snel voorbij. Ik kan daar niks aan veranderen, man. En dit is zo'n potje. We zitten nu op de 50 kills. Van de 75. Het potje is serieus net 3 minuutjes bezig. Hé, er staat er hier een. Headshot. Dank je. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon een beetje kak als de potjes zo snel voorbij gaan. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Dat is de moeilijkheidsgraad aan deze serie. Dat weet ik. Oh, getstukt. Dus ik moet er gewoon rekening mee houden. Oh nee, maar dan moet je geen fucking Reaper gaan gebruiken. Want dan gaat het potje nog sneller voorbij. Als ze Scorchies gaan gebruiken, jongens, dan gaat het potje alleen nog maar sneller voorbij. Dus dat wordt voor mij nog echt gewoon 20 keer moeilijker gemaakt. Dus thanks hè, teammate. Maar ik kan hem toch niet meer halen, dus maakt het ook niet uit. Het maakt niet uit. Maar ik kan de serie toch al niet meer voltooien. Want als ik kan geen mob meer halen. Oh, camper. Bye bye. Ik zag weer iets uitsteken en deze keer was het wel een enemy. Dus houd er altijd rekening mee, jongens. Ze dus wilde niet door dood gaan. Nou, nu is het potje sowieso afgelopen. Reaper, je stinkt, maat. Even dat je het weet. Oh, wist je dat al? Oh, fijn. Nou, dan wist je dat al. Er zit een paar. Er zit er nog één hier binnen. Ik ga hem nijven, wacht. Oh. Oké, never mind. Ik nijf hem wel niet. Was een grapje. Zit er hier nog wel in? Ik hoor hem. Hallo? Oh, daar loopt hij. Ah, hij loopt voor me weg, man.
Hey, enemy, blijf nou eens even staan, man. Dude, je bent veel te snel, houden. Hoe snel kun je zo snel zijn? Oh, daar ben je. Dank je. En er staat er nog één naast ook. Twee voor de prijs. Oh, yo. Twee voor de prijs van één, maar bijna ging het fout. Holy shit. Auw, stum me lekker weer. Hij loopt helemaal naar beneden, hij was bang, jongen. Maar ja, jongens, helaas ging het potje veel te snel voorbij. Waardoor we natuurlijk die mob niet hebben kunnen halen. Maar dat kan gebeuren, weet je, daar kan ik ook niks aan doen. Soms ga je teammates kapot base, is het potje in één keer afgelopen. Soms ga je teammates niet zo goed. En dan duurt het potje natuurlijk heel lang en dan kan jij de mob halen. Maar ja, daar kunnen we niks aan veranderen. We hebben wel gewoon twee lekkere potjes gespeeld natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze aflevering. De tussenstand blijft natuurlijk gewoon staan waar die ook op stond. Want we hebben geen mob gehaald. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Mocht jullie nou hebben genoten van deze aflevering, ram dan natuurlijk hier beneden. Kijk op je like op Del Mijn Norm. En dan hoop ik jullie ook weer te gaan zien bij de volgende aflevering. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.